Welkom bij Café Koers, de dagelijkse wielerpodcast van het Nieuwsblad vanuit de Tour de France. He lived up to Fabian Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de Remco Evenepoel. En het pétard de Mathieu van der Poel. Jonas Vingegaard qui va remporter le Tour de France. Ziezo, live van op een picknickbank in Narbonne op een industrieterrein waar een Kiriat direct is. En dat is nog een verschil met een Kiriat, heb ik vandaag ook geleerd van een ervaringsdeskundige van Lotto Destiny. En ik zit hier samen met mijn collega's Jan-Pieter de Vlieger, JP. Dag Michael. En David van den Broek. Goedenavond. Dave. Hallo. Ja, vandaag jouw naam heel mooi horen uitspreken in het Engels bij de persconferentie van Pogacar. Je had een vraag gesteld en die wordt dan voorgelezen door de persverantwoordelijk. En vond dat hij eigenlijk jouw naam goed uitspreekt. Ja, ik was vereerd en beter dan sommige collega's het uitspreken. Ja. Dus, Oei, dat gaat over mij. Ja, het ligt een beetje gevoelig. Ik weet nog altijd niet. David. Ja, alles mag hoor. Ja, David of David, dat na al die jaren samenwerken is het voor GP nog niet helemaal duidelijk. Maar goed. Ja, we zijn niet de enigen die hier op een industrieterrein gelogeerd zijn met de rustdag. Ook rennen. Verblijven hier, GP. We hebben er al een paar gezien. Hè? Ja, wij dachten onder elkaar een beetje te klagen over, over waar we lagen. Maar toen zagen we dat de renners van Lotto en zelfs het grote Ineos eigenlijk niet veel meer sterren dan ons toebedeeld gekregen hadden. Dus ja, we zullen het moeten doen met ons klein kamertje vandaag. Israël Permiatech zag ik hier ook liggen. Juist. Ja. En schril contrast met waar wij vanmorgen geweest zijn. Hè? Ja, amai. Vanmorgen om 10 uur was er persconferentie van Visma Leasebike. En dat was in een wijndomein met een Château L'Hospitalet. En daar lagen flessen van €25.000. Ja. Dus dat was grote luxe. Het is zo'n geheven in de Tour. Dat is wel een beetje bekend dat sommige ploegen 5 sterren krijgen en andere 1 ster. Ja. En officieel moet dat dan een beetje tegen elkaar afgewogen worden tegen het einde van de Tour. Maar of dat de rekening helemaal altijd klopt, dat weet ik toch niet. Want ik denk dat Visma veel voorsprong gepakt heeft vandaag. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze vandaag 2 kruisjes gekregen hebben voor dat domein. Maar ja, het scheelt toch wel als je op een rustdag zo'n fantastisch hotel hebt. Want ja, met alle respect, maar als je op zo'n Kiriat als renner een hele dag moet zitten, of een Kiriat direct, dat is toch wel minder dan in zo'n kasteel. Ja, zeker. Als je zoals bij ons maar om 4:30 mag inchecken, dan weet ik niet of die renners daar zo met hun vingers moeten draaien op de parking. Ja. Ik hoop van niet. Ja. Goed, laten we natuurlijk naar het sportieve gaan. Fantastische week hebben we gehad. Ja, een week wat de strijd voor de Tour betreft, met een beetje wisselende kansen. Hè. Le Lioran, die rit die Vingegaard won afgelopen week, ja, toen stond zijn aandeel plots hoog. Hè. Toen, hij pakt daar 1 seconde, denk ik, op Pogacar. En ineens leek iedereen ervan overtuigd dat het helemaal ging keren. Nu kan ik dat zeggen, nu is het ook niet gebeurd. Ik had eigenlijk toen al vraagd dat ging gebeuren. Ik vond dat er zo heel euforisch werd gedaan over die 1 seconde. Alsof dat dan nu... Ja, er wordt meer naar JP gekeken. Van meer een believer. Ja. Leg eens uit, waarom was jij op dat moment een believer? Nee, omdat de verhaallijn van Visma wel leek te kloppen, vond ik. Ze hadden van in het begin gezegd van groeien en we hebben minder tijd verloren dan voorzien in deel 1. En dat was ook echt het middelpunt van de Tour. Dus dat leek zo wat te kloppen. Halverwege gaat dat van achterstand naar voorsprong gaan. Dus ja, ik was een beetje mee, maar het heeft natuurlijk ook te maken dat ik altijd aan die Visma-bus gestaan, of toch meer dan David aan de Visma-bus heb gestaan. Dan word je zo gevoed met al die propaganda van de ploegleiders. Ze waren wel heel overtuigend, inderdaad. En misschien nu ook nog, hè. Zeggen ze nog altijd dat ze de Tour gaan kunnen winnen? Nee. Kunnen wel. Niet meer gaan. Ja. Maar ze zijn er wel achter dat het heel moeilijk gaat worden. Ze hebben eigenlijk onderweg naar Plateau de Bij geprobeerd wat ze vorig jaar met heel veel succes gedaan hebben. Rijden van de start tot aan de laatste helling. En zoveel mogelijk vermoeidheid bij Pogacar proberen te brengen. Maar het is niet gelukt. Hij was te sterk. Maar ik vond vooral eigenlijk dat er toen iets te... Ja, dat Pogacar werd afgeschilderd als een dommerik die niet uit zijn fouten geleerd heeft. Dat was zo wel een beetje de teneur van... Hij heeft een hongerklop gehad, hij is vergeten te eten. Terwijl, ja, je kunt ook gewoon een keer een mindere dag hebben. Inderdaad, misschien een klein foutje gemaakt, maar ja, het is gebleken dat dat toch maar... Ja, toen kwamen ook die vragen, hè, van moet hij zo offensief koersen? Hoekert hij niet met zijn krachten? Dat was natuurlijk heel erg het verhaal, omdat hij ook al de Giro heeft gereden. En dan leek het een goed idee om een beetje zuiniger te koersen. En voor de start, ik weet niet meer welke etappe dat was, maar ik zag zijn mama voor de bus van UAE staan. En ik dacht dat ik die een beetje kende, want ik was daar...
3 jaar geleden een keer langs geweest voor een reportage bij de ouders van Pogacar. Oh, yeah. Maar ze had geen enkele herinnering aan mij. Awkward. Ja, bent u echt bij ons geweest? Ja. Maar er waren wel heel veel journalisten geweest. Maar dus zelfs zijn mama zei, ja, ik zou hem toch graag wat meer in het wiel zien, yeah? Zien zitten bij, yeah, okay, bij Vingegaard. Ik vind dat hij heel veel energie verbruikt. Zet zoals ook mama het zegt, ja, moet er toch iets van aan zijn. Ja. Nu, allez, wat ik denk, Dave, is dat... Ja, we willen dat ook natuurlijk wel graag geloven. Ja, hè? Zo, we willen graag een spannende tour. En dat zijn natuurlijk ook de stukken die, ja, die het boeiendste zijn of het beste klinken, waar eigenlijk degene die achter staat potentieel nog kans maakt. Dus ja, we wouden het ook wel graag geloven. En ja, de redenering was natuurlijk dat inderdaad het beste nog moest komen voor Vingegaard. Namelijk de lange klimmen, hitte, lange slopende ritten. En die hebben we afgelopen weekend gehad. Ja, voor alle duidelijkheid, het kan nog altijd dat hij een geweldige derde weekend had. Maar ik bedoel, het werd iets te overdreven. Ik vraag mij een beetje af wat ze nu bij Visma moeten doen. Moet je dat nu nog een keer proberen? Zo vrijdag, zaterdag, opnieuw zoveel investeren, opnieuw die ploeg zoveel laten werken? Met de kans dat het resultaat hetzelfde zal zijn. Hmm. Heel waarschijnlijk dat het resultaat hetzelfde zal zijn. En het ziet er een beetje lullig uit natuurlijk. Het is echt zo'n een own goal echt. Hè, ja. Dan op de dat is een goede omschrijving. Maar op zich heeft hij niks te verliezen. Hij heeft de pool staat ook al op geruime afstand. Dus het is niet dat hij nog van die tweede plaats lijkt te gaan af. Dat is zeker waar. Afzaken, maar... En hij heeft vanmorgen gezegd op de persconferentie, Vingegaard, van ik val liever aan om de eerste plaats te hebben dan dat ik achterom kijk. En, ja, dus hij zegt, ik heb de Tour al 2 keer gewonnen. Ja, ik ben hier niet voor een tweede plaats. Uh-huh. En ik geloof nu wel dat hij dat oprecht zegt. Het zit ook in het DNA van de ploeg. Het is de manier waarop dat ze gaan koersen. En eerlijk gezegd, ja, je kan er van alles van vinden. Ook bij Pogacar vond ik dat wel een beetje net, Dave, van inderdaad, we noemen hem dan dom en zo. Maar ja, wat willen we? Dat is toch fantastisch, iemand die aanvalt. Gaan we die dan in defensief nu ook Visma Leasebike, als ze echt wel de ambitie hebben om die laatste week er nog iets van te maken? Fantastisch, toch? Mm-hmm. En dan moeten we toch niet staan allemaal met de vinger wijzen als het mislukt? Nee, zeker niet. Het is ook perfect logisch dat ze dat geprobeerd hebben op die manier, want vorig jaar was dat de formule waarmee dat ze Pogacar gekraakt hebben. Ja. Dus ja, ze hebben het opnieuw geprobeerd. En opnieuw, ik vertel wat mij verteld wordt aan de bus van Visma. Maar, propaganda. Dan is Vingegaard op hetzelfde niveau als vorig jaar. Marijn Zeeman zei letterlijk, eigenlijk kan hij niet zoveel beter. Dus hun plan is niet verkeerd, maar ze hebben dan de tegenstander een beetje verkeerd ingeschat. Die is sterker dan vorig jaar, blijkbaar. Ja, die prestatie van Pogacar natuurlijk, die was verbluffend. Zeker en vast op Plateau de Bijen werd... zaterdag Pladadij was denk ik het record. Een van Lance Armstrong dat stond. Uh-huh. Dat is verpulverd. En dan zondag is er eigenlijk nog meer over te doen geweest. Dat van Marco Pantani, dat sinds 1998 stond. En dat ook verpulverd is met... Ja, ik had gezegd in mijn podcast meer dan 3 minuten, maar het is bijna 4 minuten zelfs. 3:46. Ja, zoiets. Dus en dat zijn natuurlijk namen. Als je zegt sneller rijden dan Pantani, Armstrong, puntje, puntje, puntje. Ja, ja, je moet zelfs niet afmaken. Hè. Er zijn iedereen nee, ik maak hem niet af. Ja. Ja. Ja, het is vervelend dat je enkele records kan breken van renners die inderdaad vals gespeeld hebben. Ja, of je het nu breekt met 1 minuut of 3 minuten, er gaan altijd mensen zijn die nu direct met verdachtmakingen komen. Nu, we hebben alle 3 de persconferentie van Pogacar vandaag gevolgd. Hè. Die was weliswaar online. Wij hebben geen vraag gesteld, GP, in tegenstelling. Niet vernoemd geweest in tegenstelling tot David. Maar er is hem niet letterlijk gevraagd geweest van moeten we dit allemaal vertrouwen en dergelijke meer. Maar hij heeft wel een soort van goede uitleg gegeven, vond ik, van waarom de renners nu zo snel rijden. Want, dat wil ik ook nog aanstippen, dat record van Pantani is niet alleen door Pogacar gebroken, maar ook door Vingegaard en Evenepoel zondag. En zelfs Landa zat daar behoorlijk dichtbij. En klopt, jij zei dat zaterdag 13 renners beter. Het exacte aantal weet ik niet, maar ik denk dat het inderdaad ergens tussen de 10 en de 13 zoiets is. Dus een heel pak renners heeft dat record. Record van Armstrong. Ja. Ik zag zelfs dat Kevin Dijsje hem heel rap was opgereden en dat daar al veel over te doen was. amper 13 minuten trager dan Pogacar of zoiets. Ja, die zal misschien ergens een deurklink gevonden hebben. Of een sticky bottle. Ja, Remco zei trouwens ook nog dat... Dat hij ongetwijfeld een binnenweg zal genomen hebben. Dat kon niet anders. Maar ja, wat was zo wat de uitleg? Vat het samen van Pogacar. Zoals hij zegt, ik denk dat hij wel goed gebriefd was dat dat soort vragen zou komen en dat hij inderdaad een verhaal moest vertellen. Hij had het over het feit dat hij bij de ploeg kwam, bij UAE in 2019, dat hij dacht dat er toen heel professioneel gewerkt werd, maar dat hij eigenlijk nog
ja, amateuristisch was, noemde hij het nu. En het ging dan vooral over voeding. Mm-hmm. Dat er nog heel veel rond koolhydraten gewerkt werd. Bij het ontbijt was het witte rijst, witte pasta. Terwijl dat nu allemaal de normale dingen zijn. Havermout en rijstpudding en pannenkoekjes. En dat het nu allemaal afgewogen wordt en afgezet tegen het energieverbruik. En vroeger gebeurde dat blijkbaar allemaal niet. Ja, en dan had hij het ook over banden, hè, rolweerstand. Dat is ook iets... Hij was geen fan van de banden in 2022, want toen was hij op tv in een afdaling van... Was het in de Ronde van Slovenië? De Ronde van Slovenië, inderdaad. Ja. Dat hij een beetje begon te slippen en dat je het op de camera hoorde. These vierletterwoord, tires. Tires, ja. Maar intussen, hij had iets goed te maken bij de bandensponsor of ze hebben misschien... Hij noemde het in ieder geval vandaag. Heel expliciet. Het ding van het materiaal dat beter geworden was, de banden. Nu, onze koersprofessor Marc Sergeant, die had ook, uiteraard Jelle van Endert, gewonnen 2011, dacht ik, op Plateau de Bay. Ja, die staat ook bij die tijden. En ja, dat was een tijd die merkelijk trager was. Ik geloof 46 minuten, zoiets. Maar ja, Marc zei dan in onze WhatsApp-groep van... ja, maar toen werd er echt tactisch gekoerst. In het begin werd er ingehouden. Ja, er waren ook renners die schrik hadden om te lossen enzovoort. En dat is denk ik ook wel iets dat die wattagemeters, bijvoorbeeld een Remco Evenepoel, die rijdt eigenlijk zo'n kol op bijna als een tijdrit. Ja, ja. Ondertussen klapt Jan-Pieter hier ergens een vlieg. Er zijn heel veel beesten hier, ja, inderdaad. Bijna mijn draad kwijt, maar toch nog niet helemaal. Nee, de wattagemeters, dat men echt weet op een call van... dus in de tijd van Jelle van Endert waren er echt renners die dachten van... ja, ik ga hier nu nog niet in het begin van de call helemaal voluit rijden, want misschien krijg ik dan mijn klop. En nu weten ze kijken naar de wattagemeter en ze weten van... Ik mag dit rijden. Ik mag hier voluit rijden tussen alle stekens, want dit is wat ik perfect aan kan. Dit is mijn... ja, hoe lang hebben ze erover gedaan? Mijn 40 minuten waarde of zo. Dat hebben ze gewoon in hun gedachten. En Evenepoel ook rijdt die call echt op als een tijdrit. En ik denk dat ook die pacing van zo'n call, dat ook, ook wel een rol speelt. Hè. Ja, ik denk niet dat Marco Pantani een wattagemeter bijt. GP, kijk niet naar u. Of, amateuristisch. Tot en met eigenlijk. Zelfs jaar geleden. Eind jaren 90. Ja. Ik bedoel, renners begonnen... bij wijze van spreken met 10 kilo overgewicht aan het seizoen. Jan Ullrich moest alle zeilen bijzetten om topfit aan die Tour altijd te komen. Ja, het is toch niet verwonderlijk dat er nu dan records gebroken worden. Ja, inderdaad. En Pogacar zei ook dat het scenario eigenlijk ideaal was voor zo'n record neer te zetten, wat dat wel zou kloppen. Want eerst was er de pacing van Matteo Jurgensen. Ja. Daarna kon hij in het wiel zitten bij Vingegaard. En dan kon hij voluit gaan. En uiteraard drafting... is bergop minder belangrijk dan op vlakken, maar dat speelt nog altijd zeker een rol. Ja. Nou, natuurlijk blijft het te straffer dat ze na zo'n harde pacing dat nog kunnen doen. Hè, die klim zo rap oprijden, dus dat moet ook wel gezegd. Het is, ja, ze beginnen er hard aan, maar je moet wel kunnen. Dus, ja. Ja, Pogacar die zei ook dat op het moment dat hij in het wiel zat van Jorgensen, want die heeft echt fantastisch gereden, ook eigenlijk heel die Visma-ploeg, hè, dat hij... crazy op het moment dat zijn waarden, zijn wattages eigenlijk, zijn recordwaarden toen al opgetekend had in het wiel van Jorgensen. Dus dat zegt wel wat. En dan moet ik terugdenken aan in de eerste week toen ik Jorgensen daar op de gang tegenkwam, toen hij zich in zijn boxershort aan het wegen was. Bijna een skelet, ja. Dat, dus ja, dat kan je wel, ik wil maar zeggen, dat kan je Pogacar bijvoorbeeld verdacht maken. Dat is gemakkelijk gedaan, maar dan moet je even wel naar Jorgensen kijken. Natuurlijk. Of naar Niels Politz, voilà, die, ja, ja. Als klassieke coureur superhard omhoog reist. Ja, dat is een straatje zonder eind. Ik ga er niet aan beginnen. Eigenlijk. Nee, en de Parijs-Roubaix zijn ook ieder jaar sneller en sneller. Ik bedoel, ja, het is gewoon een evolutie die we zien. En ja, ik denk dat erin past. Ja, hebben we nog een Tour eigenlijk? Wat zeg jij, Dave? Hebben we nog een Tour? Hebben we nog een strijd voor de Tourzegen? Of is het een soort van gele loper naar Nice? Nee, ik denk dat inderdaad Vingegaard ervoor gaat zorgen dat hij gaat wel blijven aanvallen, denk ik. Ik denk dat het niet gaat opleveren, maar goed. Ja, de Tour brengt altijd wel verrassing in de derde week, zeker. Ja, ik zit ondertussen op dezelfde lijn als dat. Ik heb nog zo één strohalm ergens gehoord, een theorie. Ja? Namelijk, Pogacar die zei na Plateau de Bay van... normaal gezien kan ik niet zo goed tegen de hitte, maar de ploegmakkers hebben mij heel goed afgekoeld. Heel veel bidons. Je zag ook op een bepaald moment het bewuste beeld waar hij rechtop zit in het wiel van Vingegaard. Waar gezegd wordt, ja, Pogacar zat er een beetje rechtop en Vingegaard zat in zijn beugels helemaal te knallen. Was hij ook water over zijn hoofd aan het gieten? En er is de theorie van, ja, als het nu nog warmer zou worden,
worden in de Alpen volgend weekend. En ze kunnen hem op een bepaald moment isoleren, zodanig dat hij zich niet kan afkoelen, dat de ploegmakers geen bidons kunnen geven. Misschien is het dan toch mogelijk. Maar ik zeg het, is een strohalm. Anderzijds, hij komt nu weer op trainingsterrein naar bij Nice, hè, daar ja, in de Alpen. Inderdaad. Ik dacht als een broekzak, dus ja. Ja. Of er is een incident waar hij niet door de mazen van het net glipt. Want de chipjesman had hem bijna te val gebracht. En dan reed hij nog over een sandaal de rit naar Plateau de Bij. Was het geen maïskool? Vandaag nog altijd dat het maïskool was. Dat is duidelijk een sandaal. Hè? Of een drol, dacht ik. Of een drol, ja. Een piece of shit. Een piece of shit, maar een harde piece of shit. Terwijl iedereen dat filmpje toch al gezien heeft, behalve hij zelf. Blijkbaar hebben ze hem zo moeten brieven over die ene vraag, dat ze hem niet kunnen brieven hebben over... Of, Jan-Pieter, er is nog een mogelijke deus ex machina, corona. Hè? Want wij hebben ons ondertussen terug naar de apotheek moeten spoeden om mondmaskers te kopen. Ja, op een bepaald moment kwam dat bericht. Ze beginnen natuurlijk altijd bij de journalisten. Wij moesten met mondmaskers lopen. Er is een fantastische anekdote over een paar Duitse journalisten die aan de bus bij, 's ochtends bij Bora Hansgrohe, bij Rolf Aldag kwamen. En zij waren de eerste die hem aanspraken op die dag dat de mondmaskers verplicht waren. En Aldag was helemaal verbaasd en keek naar die mondmaskers en zei van... Waarom dragen jullie nu mondmaskers? Zijn jullie alle twee ziek of zo? Ja, ze moesten dat dan uitleggen en hij viel echt helemaal uit de lucht. Ja, nu het voordeel voor Pogacar. Ja, hij heeft het al gehad, hè, vlak voor de Tour. Dus het is vooral bij Visma Leasebike en zowel Quickstep dat ze met schrik zitten om dat hun kopman het oploopt. Vervaken, de voormalige kamergenoot van Evenepoel is dan naar huis gemoeten. Bij Visma nog niemand, hè? Maar, Maar het kan snel gaan, is vandaag gebleken. Want ik zat om 14:30 bij Kurt van der Wouw, de sportief manager van Lotto, die aan het vertellen was over Maxime van Hils en de derde week, welke kansen die allemaal bood voor Maxime van Hils. En nu zet ik mij hier neer aan tafel om 6:30 en vertelt Dave dat van Hils met corona naar huis is. Ja. Het was minder verrassend bij Ineos. Hè. Dat hebben we wat zien aankomen hè. Bij Pidcock. Ja, omdat ze al een paar dagen in de wagen naar de start werden gereden. Ja. Pidcock en Thomas. Ja, Pidcock stapt dan af, Thomas rijdt door. Zal zich ook niet populair maken in het peloton, denk ik. Want iedereen mijt hem ook sowieso. Een beetje de melaatse op dit moment, Geraint Thomas. Ja. Intussen is Bernal ook ziek. De Plus rijdt dan supergoed nog een van de voorbije dagen. Maar vrees ik dan ook voor. Van, straks... loopt hij ook nog iets op? Ja. Ik heb gehoord dat de besmettingshaard Bahrein zou zijn, blijkbaar. Serieus? Maar ik heb daar nog niet gehoord. Fred Wright was daar in het begin helemaal leeg gereden een keer. Buiten tijd aangekomen. Maar goed, het zoomt wel rond. En is er, bij Evenepoel is daar echt schrik rond. Ja. Ja, Evenepoel heeft ook zelf gezegd, oproep gedaan aan de journalisten om AWB mondmaskers te beginnen dragen. Ja. Hij was eigenlijk nog voor ASO, hè, dacht ik, dat hij dat zei. Ja. Hij heeft een oproep... misschien moeten we toch maar terug naar de maatregelen van 2 jaar geleden. Laat dit een oproep zijn, ook aan haar organisatie, om dat zo te doen. Ja, goed, sindsdien dragen we het ook. We willen ook niet degene zijn die even de pool van de derde plaats had, natuurlijk. Ja, Pieter blijft hier alle insecten doden. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen, ja. Er is ook een beetje een verschil in perceptie rond die corona. Ik weet dat ze bij Quickstep vinden... besmet is naar huis als renner. Mm-hmm. Maar dan was er een journalist die dat verhaal wilde optekenen, denk ik, dat er ergernis was over renners die in koers bleven. En die kwam bij Arthur van Dongen van Visma. En die zei, er zijn renners, dan Geraint Thomas om hem niet bij naam te noemen, die in koers blijven. Wat vinden jullie daarvan? Van Dongen zei, geen probleem. We hebben vorig jaar hetzelfde gedaan met Sepp Koes in de Giro. En dat is natuurlijk, dat is zo. Hè. Dat is aan bod gekomen in een docu-soap en zo. Ja. Dus daar vinden ze dat moet kunnen. Ja. Wat in principe, Geraint Thomas en Remco, die komen eigenlijk best goed overeen. En ik geloof, heel in het begin van de Tour, in een of andere wandeletappe, heb ik hen nog zien praten met elkaar. Maar ik denk niet dat hij dat nu nog gaat doen, een praatje gaan maken met Geraint Thomas. Nee, dat is logisch. Ja, okay. Little Bastard noemt hij hem altijd. Ja, nu zeker. afgelopen week hebben we natuurlijk ook eindelijk de 2 ritzegers van Jasper Philipsen gehad. Is zijn Tour gemaakt daarmee? Is het oké? Of is het zelfs zeer goed? Ja, als je het afmeet tegen vorig jaar natuurlijk, toen had hij 4 ritzegers en de groene trui, dan zal het altijd minder zijn. Maar 2 ritzegers is toch goed? Ja, zeker tegenover de vorige rustig dat we hier zaten, was het kommer en kwel we moesten vertellen over hem. En ik denk dat hij heeft zelfs Van der Poel volgens mij niet nodig had, de lead-outs in de sprints die hij uiteindelijk... Eén keer was hij hier niet bij, dus knap gewoon dat hij zich erpakt heeft. Ja. En die groene trui is natuurlijk, dat gaat niks worden, maar
Zo goed. Ja. Christophe Roodhoofd die zei op een bepaald moment wel, of op een bepaald moment na de tweede zege, zei wel, ja, we hadden wel deze tweede zege nodig om het echt goed te noemen. Anders was het toch wat ondermaats. Ja, als je natuurlijk een hele ploeg, ze zijn ook echt een ploeg die volledig in functie van die sprint, als het dan het rendement maar één is, allee, een toerit winnen is ongelooflijk, maar dan is het wel maar. Hè. En ook gezien het feit dat hij vorig jaar zoveel gewonnen heeft, maar nu met twee kan het er wel door, denk ik. Hè. Ja, en dat is de straffer van Philipsen, dat hij het opnieuw twee doet, want Van der Poel die hebben we eigenlijk nog heel weinig gezien. Dat is uiteraard de tweede ijzer dat ze in het vuur hebben bij de ploeg. Er zijn weinig ritten voor een renner zoals Van der Poel, maar de beste Van der Poel maakt het parcours niet zo heel veel uit. Ja. Girma is natuurlijk de groente trui, heeft drie ritten gewonnen. Morgen hebben we nog een sprintersrit. Het kan 3-3 worden of 4-2 of 3-2-1 voor iemand anders. Maar ja, hebben we het gevoel dat Girma echt de dominante sprinter is in deze Tour? Of? Ja, eigenlijk wel. Als je drie keer wint, ben je toch de dominante sprinter. Alleszins in de tussenspurten is hij ook altijd bij dezelfde. Ja, dat is waar. Dus het is wel straf eigenlijk. Dat met Mike Teunissen misschien ook de beste lead-out op dit moment in de Tour, of degene die toch best zijn baan vindt. Je hoort wel veel dat heel chaotische sprints zijn, omdat er geen echte treinen zijn of geen dominante treinen, behalve de eerste ritzege van Alpecin de Koning. Was echt textboek gebracht naar de meet. Maar in alle andere etappes was het heel chaotisch. Ja. En dat versterkt elkaar blijkbaar. Als er geen echte treinen zijn, zijn er ook geen referentiepunten. Is elke dag een andere dynamiek en iedereen moet een beetje proberen om... Het is meer geluk mee gemoeid, denk ik, dan als er toch dominantere treinen zijn. Ja, de ene keer was Visma de laatste 500 meter ging, dan was het TSM, dan was het weer Intermarché. Ja. Vroeger was het Petacchi, Fassa Bortolo en iedereen die er naar keek. Ja, ik vond eerlijk gezegd ook, het houdt vasthouden en gelukkig valt het allemaal mee. We hebben die ene valpartij gehad, daar gaan we het straks nog over hebben in de sprint. Maar het is allemaal meegevallen, maar de sprinten waren in zekere zin ook wel chaotisch. De organisatie of de UCI, de commissarissen, hebben de sprint van Cavendish, zijn recordsprint, nog door de vingers gezien. Maar daar kon je eigenlijk, als je echt purist bent, ook al heel wat op aanmerken. Maar in elke spurt is het toch, als men echt heel rigide de lijn aanhoudt, van de spurter moet zijn lijn aanhouden, ja, dat hebben we nog geen enkele spurt gezien eigenlijk. Hè. Ja, ik denk dat dat ook voor een stuk sprinten is, dat er dan altijd een beetje fysiek geweld, is nu een sterk woord, maar toch een beetje physicality zo bijkomt, een beetje schouders zetten. De tweede ritzege van Philipsen vonden wij dat allemaal heel clean was. Maar de eerste vraag op zijn persconferentie was, ja, er is een renner die vindt dat iets ongelooflijk. Dat was dan Bauhaus. Akkerman. Okay. Ja, ik viel toen ook uit de lucht. Ik ben die sprint nog een paar keer moeten opnieuw gaan kijken. Ik heb het ook niet gevonden wat daar het probleem had dus kunnen zijn eigenlijk. Er zal altijd wel iemand zijn die tekort gedaan wordt. Dus voor hetzelfde geld heeft Akkerman gelijk. Hè. Ja, en dan de spurt. Je hebt dat stuk geschreven, denk ik. Het was een spurt met vijf Belgen in de hoofdrol. En twee Belgen waren toch niet zo gelukkig. En ze gaan nog eens een bakje koffie moeten gaan drinken, denk ik. Ja, moet ik het nog eens uitleggen eigenlijk? Want ik weet niet, het zit wel waarschijnlijk nu in het geheugen van de luisteraar of kijker. Ja, dus Capio trok voor Arkea aan voor De Maar. Maar laat zich dan afzakken. Kijkt links achterom, kijkt rechts achterom. Zwengt dan een klein beetje uit naar links en intussen komt Van Gielsen van achter voor het lead te brengen. Ja, die denkt dan, ik ga er langs links, langs de Landaars nog voorbij. Maar het gatje bleek dan toch te klein. Ja. Dan komen ze te vallen en dat was het dan Bras. Ja. En Van Gielsen, die kreeg een boete van 1500 euro. Vrij veel, en 60 punten. 60 punten, UCI-punten, terwijl Lotto Destiny echt knokt voor die UCI-punten. Dus dat was wel hard aangekomen in de ploeg. De dag nadien is er nog een beetje olie op dat vuurtje gegooid. Hè, want ze vonden allebei dat een andere schuld trof. Ja. Zo gaat het vaak zeker. Pas op, meestal... Een dag nadien zijn de renners al een beetje afgekoeld, maar dat was in deze toch niet zo. Ja, blijkbaar zaten ze in hetzelfde hotel. En Capiot die zei van niemand van Lotto keek mij aan. En liet ook uitschijnen dat er precies geen enkele hand gereikt is naar hem. Maar Van Gils zei dan weer van wel. En toen hij geconfronteerd werd met de woorden van Capiot, toen mogen hij er ook nog een klein beetje cynisch over te doen en te zeggen, hij zal misschien een mooie dame gezien hebben. Er is dan een tweet gekomen van Gils om het allemaal uit te klaren, maar ik weet niet of dat die tweet voldoende zal geweest zijn. Ik vind dat wel als journalist altijd het werk dat het minst voldoening uithaalt. Als je zo renner A iets gezegd heeft over renner B, dan moet je naar renner B. Ja, zegt dan over
over u. En als het antwoord is, dan moet je weer naar een nu zegt renner B dat over u. En dat is zo non-stop. Ja. En we hebben het eigenlijk al in deze tour ook al gehad met Van Aert en Philips. Ja. Wel, ik dacht het nog vanmorgen. Hè. Moeten we daar nu... Het is zo lang geleden, dat is zo... Moeten we daar nu over beginnen van... Hey, wat, heb je nu al excuses gekregen van Philipsen? Of is het nu al, is het nu al uitgepraat? Ja. Op een bepaald moment is toch de soap voorbij. Op een bepaald moment zijn ze het ook alweer vergeten zelf. Nee? Ja, ik denk het wel. Jij had niet onmiddellijk door dat er iets met Amaury Capyot was, hè, Dave, aan de bus van Arkea. Ah, klopt. Ja, maar ja, ik had wel gehoord dat hij gevallen was, maar ik dacht, ja, zonder veel erg. En die is intussen lekker gedoucht en klaar om te spreken. Dus ik vraag aan iemand aan de bus van Arkea. Ik kom eraan gelopen. Ik was net bij Visma en ik was Quickstep geweest. Zo van, ja, kan ik aan Mauri spreken? En die mens, ja, c'est un blague ou quoi? Is dat een grap of zo? Ze is direct gegeneerd natuurlijk. Ja, 10 of 20 seconden later kwam Amaury Capyot uit die bus. Ja, moest gesteund worden door iemand, de verzorger. Knie helemaal gehavend. Werd dan afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus dat was wel een beetje... Ja. Maar ja, zo is het soms voor journalisten. We weten totaal niet... Wat er gebeurd is soms, omdat dat internet dat werkt daar niet. Of, ja. Ja, in Frankrijk is het ook bedroevend. Bijvoorbeeld, dat was dan wel een nadeel. Een sterretje minder toch voor het prachtige voor chateau van Visma Lease Bike. Dat was gewoon nul gsm-ontvangst. Hè. Ja. Geen telefoon, je kon niets doen. Hè. En dat heb je wel vaak in Frankrijk. En dan inderdaad, mijn truc is altijd open vragen stellen. Vertel eens, hoe was je laatste klim? Hoe was je dag? Maar bijvoorbeeld dan bij Tiche Benoot op Plateau de Bij had ik zo wat de indruk dat mijn open vragen ook wat op een koude steen kwamen. Dat hij zo dacht van... Ja, het sprak toch voor zich. Ja, het sprak toch voor zich zo. Ja, top interview. Het is soms moeilijk. Nu, wij hebben wel één keer fantastisch zicht gehad. Stond jij daar ook bij, Dave? Op Pladadé, zaterdag. Dat was toch wel mooi, hè? Dat was kippenvel, hè? Ja. Vond ik. Allee, mag je toch wel zeggen. Dus wij stonden... Pladadé is een skioord. En de bussen stonden achter ons. Wij stonden op het hoogste punt. En de renners die kwamen eigenlijk, ik denk dat de laatste 800 meter was, onder ons gereden. In een soort van arena. Draaiden naar links. Stonden allemaal toeschouwers en we hadden zicht op een fantastisch groot scherm. En dan, ja, dan kon je echt zo tellen van hoeveel seconden is er drie keer echt op Evenepoel of een ander, of Vingegaard op Pogacar. Dat was gewoon om te zien. Ja, JP, jij merkte iets op, hè, zo van dat... Nee, ik vond dat gewoon visueel dat zo opviel, dat die eigenlijk dicht bij elkaar zitten allemaal. Ik vond dat ook. Op een bepaald moment had ik echt... Ik kan hem grijpen. Ja, ja, denk je van... Het is toch heel vaak bergop dan. En ja, dat waren natuurlijk heel rechte lijnen. Ja, dat ze elkaar in zicht hebben. Ja, dus ik kon op een bepaald moment Vingegaard en Pogacar in één beeld zien. Dus die renners kunnen ook elkaar zien. Dat moet wel... Ja, en Evenepoel en Vingegaard was ook niet wie... Nee. Ja, dan vraag je toch af. Dat moet wel pijnlijk zijn dat je concurrentie ziet rijden. Dat je inderdaad, zoals je zegt, Dave, bijna het gevoel hebt van... Ja, ik zou er naartoe kunnen, maar je kunt... De discipline van eigen tempo blijven rijden. Ja, ik vond het wel grappig dat Klaas Lodewijk ook nog zei, omdat we loven Evenepoel nu wel over zijn gecontroleerde manier van rijden, maar dat ze blijkbaar toch wel elke dag hem er nog eens aan herinneren van hou je in. Maar het valt wel op, hè? Ja, ik vind dat echt een groot compliment. Want, ja, het is niet iets dat helemaal nieuw is of zo, maar in Parijs-Nice was dat toch een kritiek die we nog hadden van ja, altijd maar in beeld rijden. Ja. Tussen sprintjes en zo. En dat doet hij wel heel, heel verstandig nu. Ja, okay. Hoeveel op 10 geven we Remco voor zijn tour, zijn allereerste tour? Voorlopig, tot dusver. Ja, 10 op 10 bijna. 10? Wat heeft hij niet goed gedaan. Ja, eigenlijk wel. Hè. Hij kwam voor het op 5 en stap. En wij dachten, wij hoopten het podium, dus hij staat er. Ja. En hij heeft ook een ritzee gebeten. Voilà. En misschien zou hij nog een tweede kunnen winnen. Die laatste tijdrit is wel veel bergop natuurlijk. Daar twijfelt hij ook om, dan natuurlijk pas op het einde kan hij zijn aero uitspelen, zegt hij. Maar hij heeft het wel ook gaan verkennen. Dus. Ik denk ook, dat is misschien, dat weten ze alleen binnen de ploeg, maar dat hij beter klimt dan in de Vuelta van 2 jaar geleden. Zou mij niet verbazen. Ik vind dat hij heel sterk klimt, want als je de twee wegdenkt, dan is er echt een straatvoorsprong met de rest. Hè. 5 minuten 35 al, dat is 6 minuten voor op Rodriguez voor de witte trui. Dat is ongelooflijk veel. Hè. Ja, toen reed hij iedereen natuurlijk eraf in de openingsfase van de Vuelta. En nu zit hij op achterstand, maar desondanks zal hij inderdaad wel gegroeid zijn. Kan me dan niet anders. Als hij die laatste tijdrit nog wint, dan krijgt hij van mij ook 10 op 10. Want dat zou ik wel een straffe stoot vinden, omdat inderdaad het is een parcours dat Pogacar ligt. En het is ook na 3 weken. Als hij dat nog kan na 3 weken... Dan zeg ik, dan krijgt hij een 10 van mij. Okay. Voorlopig houden we het bij nee. Dave, had jij jouw punten gegeven al ook 10?
Alleen 9,5 dan of zo? 9,5, ja, okay. Alles kan beter. Ja, ja. Ja, goed. Oké, okay, we gaan hier afsluiten. Geen rustdag meer, maar misschien op het eind van de Tour zullen we nog eens terugblikken op de laatste week. Jullie moeten nog stukken schrijven, want de rustdag is een stress day. Hè? Rest day. Ja. Dave, David, Dave, Wit, Daf. Tot de volgende keer. Tot de volgende. JP, tot de volgende keer. Goed, en wij maken een afspraak voor morgen natuurlijk. Dan hebben we terug een sprintetappe. We starten in Gruissant en rijden naar Nîmes. Opgelet ook, het is niet zo ver van de kust. Als er wind is, zou het ook wel kunnen waaieren. Maar in principe gaan we toch vanuit dat het een sprint wordt. Wie weet, Jasper Philipsen een derde of Wout van Aert. Tot morgen, tot Koffiekoers. He lived up to Fabian Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de